Ridwan Taghi die gaat vandaag horen welke straf er tegen hem wordt geëist. En waarschijnlijk zal dat levenslang zijn. En ook enkele medeverdachten in het omvangrijke strafproces Marengo zullen die straf gaan horen. De zaak gaat onder meer over 6 liquidaties en meerdere pogingen daartoe. En Taghi is natuurlijk de kwade genius achter alle moorden en moordpogingen. Zo wordt het in ieder geval tot nu toe steeds gezien door het OM. Het requisitoir is de voorlopige climax in het grote proces. En vervolgens zullen dan de pleidooien van de advocaten zullen dan vervolgens plaats gaan vinden. En daar is van september tot en met december voor uitgetrokken. En wanneer dan de uitspraak zal zijn, dat is nog onduidelijk. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman is er vandaag bij. Er ligt natuurlijk heel veel bewijs op tafel. Je zou kunnen zeggen dat het bewijs berust op 2 belangrijke bouwstenen. Dat zijn de verklaringen van de kroongetuigen, Nabil B. En de andere pijler waar het bewijs op rust, dat zijn de berichten die de verdachten hebben uitgewisseld met elkaar via die zogenoemde pretty good privacy telefoons. Ja, en het zit er dik in dat dat voor een aantal verdachten toch levenslang wordt. Het is nog lang niet het einde van het proces. Na de zomer krijgen de advocaten de gelegenheid om hun verdediging te voeren. Nou, je kunt je voorstellen, van 17 verdachten, een uitspraak is zeker niet voor de zomer van volgend jaar te verwachten. Het lijkt er niet op dat drugshandel is verminderd, dat er een einde is gekomen aan liquidaties. Nee, dat is een illusie om te denken dat het hiermee afgelopen is.